Hoi, ik ga een kwalitatieve analyse doen met de koffie, met de GCMS. Dan wil ik vooral kijken naar vetzuren. Dus kijk gezellig mee, dan bedien ik hier de computer verder. Nou jongens, daar gaan we. Ik wil jullie een stukje laten zien over de GCMS. Allereerst, dit is onze GCMS. En als je hier kijkt, dan zie je hier de autosampler. Dit is de gaschromatograaf en hier is de injector. En dan is dit de massaspectrometer, dus de detector eigenlijk. Als ik even het deurtje open doe, dan zie je het volgende. Hier is dan weer de injector, het komt hier binnen. Hier ga je naar de kolom, hij is 30 meter lang. En na die 30 meter gaat het normaal gesproken hier naar boven naar de FID. Maar in dit geval gaat het hier natuurlijk deze kant op en gaat het naar de massaspectrometer. Dit is de transfer line en die moet even verwarmd worden, dus vergeet die niet zometeen op 250 graden te zetten. Zou je dat niet doen, dan zou je alles keurig netjes gescheiden hebben en dan zou hier alles neerslaan en dat is zonde. Nou, in die massaspectrometer krijg je eigenlijk het volgende te zien. Ik zal hem er even bij pakken, dat is deze. Komt hier vanuit de gaschromatograaf, even te tekenen, dus vanaf deze kant. Pennetje. Vanaf deze kant komt het vanuit de gaschromatograaf. En dan komt het in dit gebied terecht. Nou, dit gebied is de ionisatiekamer. Moleculen komen binnen en worden gebombardeerd door elektronen. Dan ontstaan er positief geladen ionen. En hier zo is er een pluspol. Dus ze worden die kant op geduwd. Bovendien zitten hier een aantal ionlenzen die negatief geladen zijn. Dus de gevormde ionen worden deze kant opgeschoten. Dat gevormde ion is niet stabiel, dat valt er delen uiteen via breukreacties. En de verschillende fragmenten worden vervolgens hier gescheiden van elkaar. En dit is de quadrupol, de massafilter eigenlijk. En als ik die de eerste keer op 6 op 50 massa-eenheden zet, dan laat hij alleen maar massa 50 door. Vervolgens laat hij massa 51 door, 52 enzovoorts. Nou, onze massa meet eigenlijk alles, een heel spectrum op van 50 tot 650 massa-eenheden. In dat gebied scant hij razendsnel en vervolgens wordt hier alles gemeten, dus dit is de detector. Nou, ga ik naar het programma zelf. Dat is dit programma, Excalibur. Normaal gesproken zou ik jullie graag wat over de instrumentele setup laten zien, maar dat gaat helaas niet. Ik heb het apparaat zelf niet aangesloten hier. Mocht je willen zien hoe ik de gaschromatograaf instel, ga dan even naar de YouTube film GCFID, want daar laat ik dat wel zien hoe ik de gaschromatograaf instel. Dat is heel erg vergelijkbaar hier zo. De massaspectrometer stel je op zich niet zo heel veel in. Eén ding die wel van belang is, je zet pas de filament aan na 3 minuten. Dus de eerste 3 minuten staat het filament uit en ik zal jullie straks uitleggen waarom. Nou, deze YouTube-film gaat over het kwalitatieve onderzoek met behulp van een GCMS. Dus ik ga deze openen. De kwalitatieve browser ga ik openen. En dan open ik even een van mijn monsters. Even kijken, waar moet ik zijn? Quick Access, kan ik daarbij? Nee. Quick Access. Metingen. Deze metingen. Video. En we gaan naar een vetzuur. De student heeft onderzoek gedaan naar koffie. En ze was eigenlijk op zoek naar geur en smaakstof in koffie, maar dat lukte heel moeizaam. En toen is ze eigenlijk heel snel geswitcht naar vetzuren. Normaal gesproken zou je vetzuren moeten derivatiseren, dus dan maak je er een methylester van of je siliëtten, dan zet je er een silaangroep aan. Dat heeft zij niet gedaan in dit geval. Toch zie je dat je eigenlijk prima gescheiden pieken van elkaar hebt. Dit zijn bekende vetzuren die ze heeft gemaakt in een dichloromethaan oplossing. Dus het oplosmiddel dichloromethaan die zie je niet. Ik zei al, de eerste 3 minuten staat de meting bewust uit. Dat hebben we bewust gedaan, dat is dit gebied hier geweest. Omdat je die grote oplosmiddelpiek niet over je filament van de massa wil hebben. En dan zou je het filament door kunnen branden. En dat zou heel erg zonde zijn, want ja, dan meet je natuurlijk niks meer. Dus om dat filament te besparen, doen we het op deze manier. Nou, dan zie je hier een piek voorbij komen. Nou, ik zal hem even aanklikken. Dit is trouwens het total ion chromatogram, het tik chromatogram. Als ik daar bovenin klik, dan zie je hieronder zie je het massaspectrum verschijnen. En dan zie je een piek bij 69, 70 en 84. Nou,
Als ik nou wil weten wat dit voor een stof is, kan ik op de rechter muisknop knikken. Ik kan naar de bibliotheek en als ik die bibliotheek dan open, override, dan verschijnt het volgende. Op dit plaatje zie je hoe nauwkeurig de bibliotheek is. Nou, hij zit rond voorbij de 900, dus dit heeft hij netjes gedaan. In dit plaatje zie je in blauw de bibliotheek massaspectrum en in rood zie je het gemeten spectrum. En dan zie je dat daar best veel overlap zit. En hieronder zie je dan de hit, hè, wat de stof is. En dat is 1 octanol. Dat klopt ook, want 1 octanol heeft zij gebruikt als interne standaard. Dus dat klopt heel netjes. De bib doet het hier goed. Als ik dan hier naar kijk, dan zie je duidelijk een ander massaspectrum. Je ziet een piek bij 60, bij 73, 129. Dit is waarschijnlijk een van de vetzuren. Hè? Dat waren de standaarden die gemeten zijn. Als ik verder naar deze piek krijg, dan zie je eigenlijk hetzelfde ook weer. Hè? Ook dezelfde pieken. Maar als ik dan naar deze piek ga, dan zie je een ander massaspectrum. Je ziet nou in één keer 69. Dit is volgens mij 83. Ja, en dit is 97. Iets ander massaspectrum, dus ook een iets andere soort stof. Nou, ik weet dat ik alleen maar vetzuren heb, dus dit zijn alleen maar vetzuren. Dus dit is blijkbaar een ander type vetzuur. Verder zie ik dat als ik nou naar zo'n vetzuur toe ga, dus ik pak deze er eens bij en ik ga naar de bibliotheek. Override. Dan zie je dat hij hem best goed matcht, hè? Ook hier weer een goede match. Hij zegt dat het een C14 vetzuur is, dus het vetzuur zelf met een lange staat. Niet gemethyleerd, dat zei ik altijd. Dat zei, normaal gesproken derivatiseer je dit. Dat heeft zij toen niet kunnen doen. En je ziet dat hij hem best goed matcht. Het lastige is alleen bij dit soort vetzuren. Ze hebben een hele lange staart. En ja, eigenlijk meet je dat pas in dit stukje. Hoe lang die staart eigenlijk is. En je ziet dat die pieken hier maar heel klein zijn. Dus als hier een kleine vervuiling in zit. Of wat ruis in zit. Dan heb je snel een mismatch op die staartlengte. Je ziet ook de volgende. Dat is een, even kijken, dat is een C15 vetzuur. Net een iets langere staart. Ja, met deltabreuken krijg je natuurlijk heel gemakkelijk dat er een methyl of een ethyl afgaat zonder dat je dat door hebt. Nu weet ik dat ik in deze standaard geen C15 vetzuur heb toegevoegd. Dus op basis daarvan weet ik eigenlijk wel dat dit een C14 vetzuur is. Als ik dan terug ga naar het chromatogram, als dit dan een C14 vetzuur is, dan zou dit wel eens een C16 vetzuur kunnen zijn. Want die heeft een grotere retentietijd. Grotere retentietijd betekent hoger kookpunt. En hoger kookpunt is dus waarschijnlijk een groter molecuul geweest. Ook deze even opvragen. En ja, dit is inderdaad de C16. Dus tot nu toe kan ik redelijk goed aanwijzen welke piek wat is. Pak ik deze er eens bij, want deze had een ander massaspectrum. Je ziet het ook, je ziet het massaspectrum duidelijk veranderen. Zoek ik hier weer eens in de bibliotheek. Ja, dan zie je dat die match veel moeilijker wordt en dan maakt er een ringstructuur van. Nou, die zit er echt niet in, want die heb ik niet in mijn standaard toegevoegd. Dus ja, wat is het dan? Nou, je ziet al, de bib komt er eigenlijk niet zo heel goed uit. Dus met de bib kom ik eigenlijk niet zo heel veel verder. Want die match is niet zo goed. Nu kan ik dit ook niet alleen op basis van een algemene bib doen. Ik kan hem ook wat meer specialistisch gaan zoeken. Er is een hele goede website voor vetzuren. lipidhome.co.uk. Die heeft heel veel goede voorbeeldspectra waar je mee verder kan. Om dit beter te achterhalen wat voor vetzuur dit nou eigenlijk is. Nou, het verhaal wordt nog lastiger wanneer ik hier naartoe ga. Want als ik aan deze kant van de piek klik. Dan heb ik dit spectrum met 67... 81, 95. Klik ik een beetje verder onder diezelfde piek, dan zie ik in één keer het massaspectrum veranderen. Het lijkt er dus op, en als ik nog verder kijk, dan verandert mijn spectrum weer. Dus het lijkt erop dat onder deze piek hier, dat daar meerdere stoffen zitten. Ik heb hier dus heel veel piekoverlap. Nou, heb ik hier nog een piekje. En dan zie ik eigenlijk weer die 93, die 73 terug, die 107. 129 terug, dus die ik hier en hierbij ook zag. Dus dit is dan waarschijnlijk wel weer zo'n vetzuur. Maar dit interpreteren is lastig. Nu kan ik gebruik maken van het feit dat ik natuurlijk voor elke waarde een heel spectrum kan opvragen. Dus van die massaspectra kan ik gebruik maken. Wat ik nu ga doen is het volgende. Ik ga dit even
groot maken. Dus ik haal de massaspectra even weg. Full size, dan kunnen we het goed zien. Ik zoom dit gebied een beetje in, zodat we het nog wat beter kunnen zien. En ik ga nu naar display, ranges, en ik ga van de tik, deze laat ik even staan. Ik pak hem deze erbij. En ik maak van een tik maak ik een massa range. Het lijkt een beetje op SIM. SIM staat natuurlijk voor Selected Ion Monitoring. En dat doe je normaal gesproken door de massa om een vaste waarde te zetten. Dit lijkt daar heel erg op. Ik noem het ook even SIM, dat is het niet. Het is meer een software tool. En wat ik nu ga doen, ik heb uit de website van Lipid Home een aantal data te pakken gekregen. En de eerste die ik ga invullen is de massa 60, 73 en 129 die ik ook zag. En op deze manier kan ik heel specifiek kijken bij specifieke massa's. En dus op specifieke moleculen. Deze zet ik op 69, 83 en 97. En deze massa's heb ik echt uit van die website af. Dus ga daar zelf ook even naartoe. En raadpleeg deze eventjes om te kijken welke moleculen hier nou bij horen. En welke type vetzuren hier nou bij horen. Nou, die heb ik ook toegevoegd. Oh, die hoeft niet. Eentje lijkt me genoeg. Oké. Nou. En dan zie je hier, de bovenste is het tik-chromatogram, dus waar alle massa's in zitten. En dit zijn die selected ion-chromatogrammen. Waarbij deze met de massa 60 is, deze met de massa 69 beginnen en 73, en deze had 67, 81 enzovoort. Nou, je ziet grote verschillen. Je ziet dat deze komt heel mooi overeen, deze komt helemaal overeen en deze komt helemaal overeen. Maar je ziet dat deze piek bijna helemaal weg is en deze is ook veel kleiner geworden. Dus dit laat een bepaald specifieke vetzuur laat hij zien. Ga ik naar de volgende, bij die andere geselecteerde ionen, dan zie je dat deze veel kleiner is geworden. Die 1219 is in één keer veel meer opgekomen. Deze is weer wat lager en je ziet hier dat de 1403 er ook enorm is opgekomen. En bij de laatste is bijna alles weg. Maar is hij in één keer bij 1400, is hij in één keer heel hoog geworden. Nou, op deze manier kan ik toch in detail kijken naar zo'n chromatogram. En op deze manier heb ik toch hulp om de pieken toe te kennen. Nou, in de opdracht die jullie voor je hebt, kun je nu met deze opdracht verder. En kun je nu die pieken van de standaardreeks toekennen. Nou, nu ik dat gedaan heb, ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar het monster. Want daar willen we natuurlijk naartoe. Ik zei al dus in koffies gemeten. En een van de koffies die gemeten is, dat is de Del Barista. Dus die haal ik er nu even bij. En dit is het koffiemonster. Nou, er vallen een aantal dingen gelijk op. Dit is weer het chromatogram. Dit is weer het massaspectrum. Deze, die hebben we natuurlijk gezien. Als ik daar het massaspectrum van opvraag, dan krijg ik weer het massaspectrum van 1 octanol te pakken. Nou, die 1 octanol was weer mijn interne standaard, dus daar was ik niet over verbaasd. Dus dit gebied laat ik even met rust. Dus ik ga inzoomen naar dit stukje. En dan ga ik hier de massaspectrum van opvragen. Die 1243, dat komt ook overeen met de massa, met het chromatogram van mijn standaardreeks. Net als die 1400, die 1405. Deze hebben we gezien in onze standaardreeks. Dus deze kan ik eigenlijk vrij makkelijk toekennen als ik die standaardreeks goed heb toegekend. Deze is nieuw. En je ziet ook aan het massaspectrum, het ziet er totaal anders uit. Dit was een vetzuur en dit is een totaal ander molecuul, totaal ander massaspectrum. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, dus ik ga de BIEB raadplegen. Override, yes. Ja, met grote waarschijnlijkheid is dit cafeïne. Dit is een koffiemonster en daarin verwacht ik dus ook cafeïne. Dus dit zal het ook zeker wel zijn. Verder zie je deze piek. Nou, je ziet hier weer dat het weer een vetzuur zou kunnen zijn. Je ziet dat hij wel wat teling heeft. Er zit wat achter. Dus wat ik ook kan doen is even een rainster afhalen. En ik trek nu even de achtergrond van de teling eraf. Die piek tilt nogal, dus die achtergrond haal ik eraf. Dan wordt het net even wat scherper. Ik krijg net even mijn massa's wat beter. Ook dan kan ik weer mijn BIEB raadplegen. En dan zie je met grote waarschijnlijkheid is dit een C18. Oftewel stearinezuur. Nou, dat is ook een van de zuren die ik gemeten heb in mijn standaardreeks.
Dus als de retentietijd klopt, dan zal dit inderdaad wel een stearine zuur kunnen zijn. Dit zet me echter voor een raadsel. Alles rond 1700. Rond 17 minuten. En als ik dan de massaspectra bekijk, dan ziet dat er heel anders uit dan wat ik tot nu toe heb gezien. En dat geldt eigenlijk voor allemaal. En je ziet, ik loop ze even rustig door. Het zijn allemaal massaspectra die niet overeenkomen met een vetzuur, dus dat zal het wel niet zijn. Het zijn grote moleculen, verwacht ik. Ze hebben een grotere retentietijd, dus ik verwacht ook een hoog kookpunt. En bij hoge kookpunt verwacht ik grote moleculen. Dus als ik nou de BIP eens raadpleeg, bijvoorbeeld voor deze grootte, laten we maar eens doen. Het spectrum is heel mooi, dus ik verwacht eigenlijk wel dat dat waarschijnlijk wel zou matchen. Dan zie je eigenlijk dat hij hem helemaal niet pakt. Je ziet dat hij een hele lage waarschijnlijkheid heeft. Je ziet ook in blauw, dit is het spectrum van de BIP. In rood zie je het spectrum opgenomen van het echte monster. Nou, massa 131, 145, dat matcht hij eigenlijk helemaal niet. 296 ook niet. Hij vindt ineens een hele grote piek bij 268, maar die zit helemaal niet in mijn monster. Dus dit is eigenlijk geen goede match. Verwacht ik dit in mijn monster? Ja, dit lijkt een beetje op beta-carotene, maar dan geoxideerd. Nou, beta-carotene is wel iets wat in planten voorkomt. En dat die geoxideerd kan zijn, kan bijvoorbeeld door het verbrandingsproces van een koffie. Dus het kan, maar de BIP wijst hem zeker niet goed aan. Dus helemaal vertrouwen doe ik dit niet. Wat het dan wel is, ja, dat weet ik niet. Dan zal ik dus nu, met deze BIP kan ik niet verder. Ik zal dus nu met literatuuronderzoek moeten gaan zoeken. Ik pak nog even een andere BIP erbij. Misschien heeft hij daar wel meer mazzel. Ja, ook hier. Dit is een andere BIP, maar ook hier zie je dat hij die massa 131, deze massa's, die matcht die helemaal niet goed. Dit is mijn gemeten spectrum, dit is de referentiespectrum van de BIP. En je ziet, het is een totaal ander molecuul. Ook hier zie je weer die geoxideerde beta-carotene-achtige. Dus het zal wel iets in die geest kunnen zijn, maar zeker weten doe ik dat verre van. Ik zal deze even afsluiten en we gewoon naar mijn chromatogram gaan. Nou, in de opdracht krijgen jullie van verschillende monsters, van verschillende koffiemonsters, deze tikchromatogrammen met informatie daarbij. En dan kun je mee verder. Ik wens jullie heel veel succes met deze opdracht en ik hoop dat je er leuk mee aan stoeien kan. En voor degene die een uitdaging zoekt, ik weet het zelf niet wat deze club aan moleculen is. Dus als iemand het voor me zou willen uitzoeken, heel graag. Hey, dankjewel.